Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ga vandaag naar Perth bij Tiger Moon in Hasselt, want ik ga een paar tattoos zetten. Spannend! En ik ga jullie meenemen. Hallo, ik ben ondertussen terug thuis van bij Bert en ik heb 4 tattoos in totaal laten zetten op 1 dag, jawel. Het zijn wel kleintjes, deze kunnen jullie al zien op mijn vingers, maar de rest is nog allemaal ingepakt, dus die zal ik jullie morgen vroeg laten zien als ik de, hoe noemt je dat, de verpakking eraf doe. Nou, ik heb 1 hier dus, eentje daar op mijn arm en 1 aan de binnenkant van mijn arm. Ik vind ze allemaal heel mooi. Ja, natuurlijk, anders zet ik het niet. En we gaan nu vertrekken naar Niels zijn ouders om te eten. Wat gaan we eten? Lasagne? Ja. Ja. En trouwens, Niels doet het al veel beter, zijn rug. Want heel veel van jullie vroegen dat ook nog. Maar het gaat wel echt veel beter, gelukkig. Hij moet wel redelijk wat ontstekingsremmers en zo nemen. Maar normaal gezien gaat hem ook wel morgen terug kunnen gaan werken, babe. Yes. Yes. Dus het enige is, 's ochtends vroeg heeft hij nog wel heel veel pijn van stil te liggen 's nachts. Maar als hij overdag bezig is en beweegt, gaat het wel veel beter. Dus dat is goed. Bedankt trouwens allemaal voor jullie super lieve reacties daarover. Goedemorgen, het is de, waar ga ik eigenlijk? Het is de volgende ochtend en I'm so tired. Het is nu 9:15 en ik zou nu in de auto moeten zitten onderweg naar de fitness. Maar I'm running a bit late, hè? Ik ga even nog een t-shirtje aandoen. Oh. En mijn haar nog in een staart gaan doen. Ik heb die wel in een lage staart met een scrunchie, maar dat gaat niet houden. Oh, ik heb wel goed geslapen. Sneak peek. Ik ga jullie straks, als ik terug ben, mijn tattoos laten zien. Ik moet eerlijk gezegd nog wennen aan deze. Gisteravond dacht ik even naar mijn eigen, what did I do? Dat is ook nog wel heel zwart natuurlijk en heel dik. Dus dat is altijd wel even wennen. Maar deze morgen dacht ik wel, oké, ça va. Maar ik denk ook, misschien had ik beter iets anders gedaan, but oh god. Heb ik normaal echt nooit, allee jawel, bij mijn why not op mijn voet, als jullie mij al lang volgen, dan weten jullie dat ik bij die tattoo wel, allee, dat ik van die een beetje spijt heb, omdat dat zo meer een grapje was. En ik had ongeveer hetzelfde gevoel bij die ik aan mijn pols bij heb laten zetten deze gisteravond als bij de why not, dus we shall see. Ik moet nog wennen natuurlijk, dat zal wel wennen, maar nu vind ik het gewoon zo in your face veel en dik, maar ja, dat is logisch, dat moet nog verkleuren. Dus ja, ik ga er proberen niet te veel
en te denken of op te focussen de komende dagen. En dan zal hij wel minderen van kleur. En dan kan alles goed. En anders, there is always tattoo removal laser. Hè? Niet dat ik er nu al aan denk met deze tattoo. Maar ja, ik weet het niet. Ik vond het echt heel mooi gisteren. En dan ineens dacht ik, het is zo veel nu. Het lijkt zo veel op mijn arm. En al niet meer zo kleine dingetjes, maar wel effectief al veel. Dus, ik weet het niet. We shall see. Oké, ik ga nog een trui nemen. Kijk, ik besef dat ik echt... Oh, damn. Dat ik echt nog geen enkele trui heb uitleggen. Omdat het zo heet was. Dus ik heb zo nog echt geen trui aan haar liggen. Ik heb één op het wasrek, dus ik ga die pakken. Maar het was zo heet weer en mooi weer de hele tijd. En nu is het echt... kou. Ik heb het echt koud. Oké, het is 18 graden of zo. Maar it's colder for me. Oké, ik ben echt mijn tijd aan het verdoen. Dus nu ben ik echt weg. Oké, ik ga mijn tattoos insmeren. Ik ben terug van de gym. Dus ik dacht, ik ga ze even laten zien aan jullie. De eerste heb ik net al ingesmeerd. Dus excuse me. Maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het is een vogeltje. Met een rood borstje. Ik weet niet of jullie het rood goed zien. Maar dat is voor mijn oma. Mijn oma zei altijd dat er een rood borstje in de tuin was. En toen ze gestorven is, zei ze ook dat we haar moesten uitstrooien. Dat dan een rood borstje haar kwam halen. Ja, Milk? Wat? Laat ik ook iets zeggen. Amai, mijn haren trouwens. Wat is dat? Laat ik ook iets zeggen. Ah, nee. Zeg maar, hey. 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 Oké, dus dat is mijn rode borstje voor mijn oma. Ik heb al mijn vallende sterretje voor mijn mama. En nu een rood borstje voor mijn oma. Oei. Wat, hè? Mijn eten is trouwens klaar. Dan heb ik deze vingertattoo laten zetten. Er zo uit. Ik heb hier al puntjes en hier heb ik zo streepjes en nu die. Natuurlijk, al tattoos zijn nog heel zwart. Die moeten nog helemaal afpellen. Dus, maar dat gebeurt wel redelijk snel. En dan worden die ook zo mooier, zo minder zwart. Dat vind ik persoonlijk veel mooier. Dan heb ik deze. Oh, ik ga het zo laten zien. Deze laten zetten. Een hartje met MM. En de MM staat natuurlijk voor Milky en Muffin. Dus die heb ik hier op mijn arm. En dat is voor me cats. Because I love them. En well, als ik ooit nog een kat neem, dan... zet ik daar wel een aparte tattoo voor. Maar ik denk niet dat ik nog een kat neem. Tenzij dat een van mijn katjes, hopelijk niet snel, maar ooit, gaat sterven. Dan denk ik wel dat ik nog een neem. En dan kan ik die ook een naam met een M geven. En dan staat dat gewoon voor al mijn katten die namen hebben met M. En dan mijn laatste is deze. Zoals ik deze morgen al zei. Ik weet het niet. Ik had sowieso wel het idee al om hier iets bij aan te zetten. Ik wil dat denk ik nog verder rondwerken. Dat dat zo meer een geheel wordt. Ik vind het wel mooi, maar het is even wennen. Het is zoveel precies nu daar. Maar ik moet zeggen dat ik met deze tattoo ook echt lang heb moeten wennen. Ik vond die ook heel mooi. Maar... ik heb daar ook echt heel lang en hard aan moeten wennen. Ik heb toen zelfs een paar keren geweend. Omdat ik zo, ja, niet gewoon was dat er iets staat. Maar je wordt dat wel heel snel gewoon. Dus ja, ik vind hem heel mooi. En Celine zei ook, het is heel mooi. En Niels vindt hem ook mooi.
Maar het is gewoon even voor mezelf wennen. En zeker omdat hij nu zo donker is en precies niet bij het geheel past. Dus ja, ik weet het niet. Maar alleszins, ik vind het wel mooi bij alles zo. Dus dat vind ik wel. Maar het is gewoon even wennen. Ik moet gewoon zo even mijn knop omzetten. Er de eerstkomende dagen niet te veel aan denken. Dat dan nog zo zwart is. En dan binnenkort past dat er beter bij. Dus dat zijn mijn tattoos die ik heb laten zetten. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Als jullie het mooi vinden. Of als jullie iets minder mooi vinden. Mogen jullie dat ook gerust zeggen. Maar het is natuurlijk allemaal ja, eigen keuze en privé en dingen die voor mij iets te betekenen hebben. Dus dat is voor iedereen anders. Maar ja, ik ben er wel blij mee. Alleen ja, deze is echt gewoon nog echt wennen voor mij. Deze ook wel, omdat die plaats zo... Ja, deze ziet je niet, zie ik zelf niet echt hard, omdat die zo aan de binnenkant is. Maar deze is ook wel even wennen. Maar ja, dat is wel bij alles zo. Dat dat even moet wennen als je nieuwe tattoos hebt. Maar ja, komt helemaal goed. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het mij weten. Zoals jullie weten, want ik weet dat ik deze vragen ga krijgen, ga ik bij Bert meestal. Dagger Moon en Hassel, dus dat. Die zitten in het Hemerijkstraatje. Ik denk dat die met 3 in de shop zitten. Maar waar ik ga is Bert. Die doet meer oldschool tattoos, maar heel soms neemt hij ook wel mensen tussen voor kleine tattoos te doen. Dus als je into oldschool bent, dat is echt heel chic, echt super cool. En hij blinkt er echt in uit, dus ik zou zeker hem aanraden. En als je iets klein wilt, dan kun je dat ook wel altijd vragen en dan neemt u daar ook wel tussen. Dus dat is wel fijn. Ik zal zijn gegevens ook hieronder in de beschrijving zetten. Is niet gesponsord. Ik heb helemaal zelf betaald voor mijn tattoos. Allee, deze keer had ik een cadeaubon die ik voor mijn verjaardag had gekregen van Celine en Nick. Dus dank u. Nog eens aan Celine en Nick ook. En die heb ik deze keer dus kunnen gebruiken. Maar niet gesponsord. Dus ja, ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat ik een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.